Hoi, welkom bij een nieuwe vlog van Maureen Dutoit Food & Fit. En vandaag start ik met de voorbereiding van mijn Fit Challenge van de maand februari. Februari is over een paar dagen. En in mijn vlogs kun je zien hoe ik elke maand een nieuwe Fit Challenge start. Nou, wat is de Fit Challenge van februari? Ik ga de kettlebell uitdaging aan. Nou, wat is een kettlebell? Voor de mensen die geen idee hebben wat dat is. Dat is zo'n ijzeren, massieve kogel, soort Russisch martelwerktuig, zo ziet het eruit. Maar je schijnt er enorm fit en enorm gezond van te worden als je weet hoe je ermee moet trainen. Ik ben vandaag in Bad Hoeverdorp en daar ga ik langs bij Mabel van den Dungen. En Mabel traint een hele hoop bekende mensen, ook een hele hoop onbekende mensen. Zij weet alles van fit zijn en, wat vooral belangrijk is, ze weet alles van de kettlebell. Nou, zou het zo leuk zijn als jullie mij deze voorbereidingen zien doen. En dat is over een paar dagen februari dat je denkt, dat ga ik ook doen. Ik ga ook een kettlebell challenge aan. Nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ga dat samen met mij doen. Ja, waarom? Het is goed voor je. En bovendien, gedeelde smart is half smart. Ik ga ze aanbellen. Ja, daar is de. Hallo. Ben je toe aan een strak lichaam? Oh, nou. Hi. Ik heb geen sportkleren aan. Nee, oh sorry, had dat gemoeten? Als je gaat kettlebellen. Mabel. Wacht even hoor. Mabel begint al meteen te mopperen dat ik geen sportkleding aan heb, maar die heb ik wel meegenomen hoor. Oh, goed zo, oh goed zo. Maar ik vond het zo onaantrekkelijk om in mijn sportkleding al over de straat te gaan. Ijdeltijd. Ja, sorry, sorry. Is dit jouw plekje? Ja, goed hè. Kijk eens. Kijk eens. We hebben een roze grot hier. Wauw. En dat ruikt. We hebben helaas geen geurtelevisie of geuren. Oh. Schoenen uit? Schoenen uit. Op blote voeten. Omdat onder je voeten zitten al je zenuwuiteinden. Oké. Okay. Dus het is heel goed voor de balans. En Dus. Goed voelen. Mabel, voordat we beginnen. Ik ben in mijn sportoutfit. Helemaal goed. Goeie kleur. Ik heb speciaal mijn nageltjes ook. Jij ook. Ik nageltjes ook, gemaakt. Lief, ja. Voordat we beginnen, voor de mensen die jou niet kennen. Je bent een duizendpoot, je schrijft boeken, je doet workshops. Wie ben je precies en wat doe je allemaal? Nou, mijn naam is Mabel van den Dungen. Ik ben 52 jaar. Dit is mijn Inner Health Center en hier coach ik mensen. Ja. Ik geef meditatieles, kettlebelles, help mensen afvallen. Eigenlijk, hoe kan ik nou beter functioneren in de wereld? Ja. En dat doe ik op een stevige, leuke, roze manier. Zowel het lichaam als de geest en de ziel. Wauw, wat heb je dat goed gezegd in één keer. Dus mooi, als je denkt, ik ben te dik of ik ben te ongelukkig of ik ben gewoon niet fit genoeg of ik let niet goed op wat ik eet en ik rook en ik weet niet wat voor verslaving ik heb met eten, dan kunnen we bij jou terecht. Absoluut, want het gaat altijd over het geheel. Ja. Want je eet omdat er iets mis zit in je, omdat je je niet lekker voelt, of dat je depressief bent of niet fit. Dus je moet altijd naar het geheel kijken. Ja, de holistische aanpak. De holistische aanpak. Ja. Nou ben ik redelijk fit. Ik ren 2 keer per week. Ik heb gisteravond nog even een keer yoga gedaan. Maar ik heb even stiekem gekeken naar kettlebell op YouTube. Ja. Dat ziet er best pittig uit. Nou, wat zo ontzettend leuk is aan kettlebell. Iedereen kan het gewoon thuis doen. Het is gewoon een portable gym. Ja. Je koopt, om te beginnen kan je 3 gewichten kopen van 4, van 8 en 12 kilo. Ja. En je hoeft nooit meer de deur uit. En je kan fantastische Braziliaanse billen kweken. Gewoon met 3 keer in de week. Ik begin uiteraard met 12 kilo. Ik begin gewoon met 12 kilo zeker. Ja, we beginnen eerst met opwarmen. Oké. Okay, iedereen. Goed. Nou, aan de slag. Aan de slag. Wat gaan we eerst doen? Mag je daar staan? Ja. Mag je je 4 kilo pakken? Oh. Nee, dat is je 8. Oh. Wist je wel? Ja. Stoere vrouw. Ja. Inderdaad, een beetje zo. Deze hou je hier. Ja. Gaan we eerst gewoon het hele systeem warm maken. En dat doen we met een squat en een press. Dus wat je gaat doen. Is het zo diep mogelijk zak, alsof je plast in het bos. Ja. Dan denk je meteen dat je dat doet. Dan ga je omhoog en dan doe je armen naast je oren. En ook uitblazen, maar anders val je op een gegeven moment. Dat vergeet ik vaak. Ademhalen. Dat vergeet iedereen, ja. En dan ga je weer naar beneden. Wat we nu gaan doen is de kettlebell swing. Yes. Ja, goed zo. Je pakt hem ook heel mooi op. Alles wat je oppakt, altijd uit goed je doen. Ja, goed door je knieën zakken. Wat we gaan doen is gewoon even die bal heen en weer. Dit is helemaal goed. En op een gegeven moment gooi je je heupen naar voren en knijp je weer. Ja, goed zo.
En blazen. Ooghoogte. Ja, oh, goed. Over. 10. 9. 2. En de laatste. Goed. Weer door je knieën zet je netjes neer. Kijk naar voren. En deze doe je 4x10 of 5x10. Oké. Okay. Ander gelang de conditie. Ja. Wat voel je? Nou, ik vergeet vaak de ademhaling. Ja. Dat is echt een probleem. Ja. Dit is dus een soort interval. Oké. Oké, wat we nu kunnen doen. Okay. Specifiek voor je billen. Ja. Pak hem maar. Ja, ja. Netjes staan. En wat je eigenlijk gaat doen, is als een tafeltje naar voren klappen. Zo dat je het goed kunt zien. Ja. Kijk naar voren. Ja. Voel je op je billen en op je hamstrings? Ja. Ja. En weer omhoog. Knuif je billen. En... spekjes aan de binnenkant van de benen. Wanneer train je die nou? Ja, maar dan kun je hier dus specifiek op trainen. Je doet hem zo voor je. Ja. Borsten, goed ademhalen weer. Ja. Ja. Dan ga je langzaam naar beneden, zo recht mogelijk. Goed zo. Ja, voel je hem? Ja. Binnenkant benen. En hoe wijder je je benen doet, ja, hoe meer binnenkant benen. Geplaatst. Ja. De vrouwen die paardrijden zullen dat minder. Die zullen absoluut. Goeien. Die kunnen knijpen. Ja. Dit is 4. Even zitten, een beetje beneden. Voel maar. Ja. Ja, en weer omhoog. Dus kun je ook 4x10 doen. 4x10, joepie! Wat we nu gaan doen is bovenbenen trainen. Ja. Je benen bestaan, 65% van je lichaam zijn je benen. Dus als je je benen traint, ben je echt wel heel goed op weg. Ben je goed bezig. Het heet lunchen, maar je kan het ook gewoon uitstap noemen. Je gaat gewoon rechtop staan. Ja. En je doet je been naar voren. Mm-hmm. Maar je blijft rechtop. Kijk zo. Oh ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ga maar. 10x1 been. 1. Goed zo. Acht. 9. 10. En meteen door met het andere been. Oké, wacht. Ja, ga maar door. Ga maar door. Okay. Mabel. Laat maar zien aan de mensen 2. Wat je precies doet. Ja. Want dan zag dit uit beeld. 3. Ja. En je knie mag niet over je tenen. 5. Oké. Okay. Netjes rechtop. Nou, dat kan ik ook 6. Prima. Ja, top. 7. Ja. 8. Overkipping. 9. Rechtop. 10. Goed. Maar ik doe het nog even een paar keer, want ik had het geschrokken. Ja, kijk ik even naar. Nou, je doet het perfect. En mijn linkerknie is ooit geopereerd geweest. Dan ga je minder diep, want dat zullen de kijkers thuis ook natuurlijk hebben. Je doet gewoon wat comfortabel blijft. Je gaat nooit verder dan dat het pijn doet of grenzen. Niet forceren. Rechtop naar voren kijken. Goed zo. Voor je balans. Laatste. Ja. Yay. Hey, helemaal goed. Dankjewel. Heel graag gedaan. Zo, dat was hem. Ja. En zo vaak herhalen als je wilt. Oké, voor de mensen. Zie je? Kijk, we gaan zo staan. Dat is een mooie licht. We zweten al van een klein beetje. Wat we nu hebben gedaan is voor beginners een hele goeie. Absoluut. Dat doe je dit elke dag? Of zeg je doe je om de dag? Stel je begint hiermee. Ik zou altijd beginnen zo 3 keer in de week op een vast tijdstip. Ja. Dat je weet, oké, dit ga ik nu doen. Ja. En als je zegt, van, nou, ik verlang ernaar, ik ga het zo leuk vinden. Ja. Dan doe je gewoon elke dag 20 minuutjes. Oké, en gewoon rustig aan en luisteren aan je lijf. Ja, luisteren. En, nou zag ik op internet iemand. Oké, hou jij even de camera vast. Ja. Moet je maar filmen hoe. Ik weet niet wat hij deed, maar het was dus met kettlebell. Ja. Die lag op de grond. Ja, Turkish kettlebell. Denk ik. Maar doe jij maar voor. Zie je mijn beeld? Laat maar eens. Moet je even kijken. Zie je mijn beeld? Ja. Die was er, maar die had het. En die kon zo. Ja, is een Turkish kettlebell. Ik snapte niet hoe je dit. Kan ik dat leren in een maand? Absoluut, maar het is een hele technische oefening. Ja. Dus ik zou eerst zeggen van doe gewoon een maand
de basis dat je, ja. dat je, ik kom even bij. Ja, wat ze laat zien is de Turkish get-up. Ja, en dat is een hele technische oefening waar je al je spieren voor moet gebruiken. Kan jij die? Ja, maar ik zou je kijkers het niet adviseren omdat het echt een vergevorderde oefening is. Okay. En een maand goed je aanhechtingen trainen, ja. je conditie, okay. je spieren, een beetje afvallen. Ja. En dan kan je op YouTube gewoon naar de Turkish get-up. Okay. Maar het is na deze maand dan. Oké, okay. ja. Na deze maand ga ik dan toch nog proberen de Turkish get-up. Of dan moet je mij proberen te leren om dat mee ja. te beginnen. Want en je leert dat door eerst de basis goed okay. te doen. En ja, dit is de basis. Ja. Dat is mijn valkuil. Zijn je al altijd snel? Ja. Ja. Oké, okay, eerst de basis en dan de Turkish get-up. We gaan even zitten. Hoe heten deze blokjes? Het zijn gewoon yoga blokjes. Ze lijken heel hard, maar ze zijn heel zacht. Ze zijn zachter, lekker voor aan je tempo. We gaan heel eventjes bijkomen. Ontzettend bedankt voor je training. Ja, heel erg leuk. Heel welkom ook. Duizendpoot, als jij daar bent, ja. Staat er nog iets op stapel? Waar ben je allemaal mee bezig? Vertel. Nou, ik ga iets heel leuks organiseren 4, 5, 6 maart. Ja? En dan leer ik je kettlebellen, mensen afvallen. Dit is een opleiding tot intermittent fasting expert, hoe je zo snel mogelijk wetenschappelijk 2 keer zo snel kan afvallen. Intermittent fasting expert. Het past bij elk dieet, dus ja. of je nou vegan, glutenvrij, eiwit, alles. Maar dit is een methode om, mm-hmm. om je afvallen sneller te laten. En ik ga die mensen opleiden tot intermittent fasting expert als de eerste in Nederland. Dus oh, dat is cool. Een primeur. Ja. En als ik denk intermittent fasting, ik denk alleen fasting, dat is niet eten. Dat is een paar uur niet eten. Oh, gelukkig. Ja. Maar een paar uur, dat heet een timeslot. Ja. En daardoor heb je veel meer vetverbranding en je groeihormoon is, je verjongingshormoon neemt toe. Ja. Dat ze gebruikt in Amerika tegen Alzheimer, dus het is heel heilzaam voor je geest en je lichaam en je valt er heel veel van af. Oh, goed. Goed hè? Goed. Ja, je ziet, ik kan de camera niet meer goed stellen. Want ik heb hard getraind met mijn kettlebells. Absoluut. Intermittent fasting expert en kettlebell training. Absoluut. Nou, ham op de hoogte. Als mensen wat meer willen weten over waar jij te vinden bent, waar kunnen we jou vinden? Gewoon mabelvandendungen.nl. Nou, dat lijkt me heel makkelijk. En alles natuurlijk via mijn site, dat zet ik er ook op. Leuk. Ontzettend bedankt. Ja, goed zo, vrouw. Trouwens, voordat het zover is, wacht, hou even vast. Ja, ik houd het vast. Oh, je zoekt wat. Ja, ik zoek wat. Oh, wat zoek je? Ik heb voor jou. Oh, wat gezellig. Een cadeautje. Ik heb voor jou een doosje meegenomen. Oeh. Mabel. Oh, wat fantastisch. Ik heb een doosje voor jou meegenomen. En dat is een sixpack. Ik bedoel, je hebt al een sixpack. Ja, ja, absoluut. Ik heb ook een sixpack, alleen in de vorm in de Force of Fruits and Vegetables. 6 gezonde sapjes. Nou, fantastisch. En die passen vast ook in jouw dieet. Ja, want ik ben op het ogenblik vegan. Gewoon om uit te proberen. Ja? Nou, een beter cadeau had je niet kunnen meebrengen. Volledig vegan. Te leuk. Met allemaal gezonde sapjes. Met allemaal leuke kreten als Beat the Blues. Spicy Greens. Dat is een van mijn favorieten trouwens. The Fountain of Youth. Hey. Heb jij helemaal niet nodig. Perfection. Van Perfection. Zit lekker peer in. De Berrylicious en de Clean. Nou, hey, je maakt me er blij mee. Niet allemaal eentje opdrinken, want dat is ook niet goed. Mabel, ontzettend bedankt. Ontzettend bedankt. En als er iemand is die denkt, weet je, ik ga met Maureen mee de kettlebell challenge aan. Heel graag. Ik zal erover vloggen hoe moeilijk of hoe zwaar of hoe makkelijk. Ja, volgens mij als je 3 trainingen hebt, heb je al wind onder je vleugels. En als ik even niet uitkom, dan ga ik gewoon Mabel bellen. Absoluut. Dus ontzettend bedankt voor alles. Heel graag gedaan. Yes. Goed. Mijn training, basistraining kettlebell zit erop. Ik weet wat me te doen staat. De basis leren. En daarna kan je uitsloven voor wat grotere dingen. Ik hoop dat jullie met me meedoen. Ik heb Mabel blij gemaakt met een sixpack Naturalicious. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook wel dorstig. Heel graag tot de volgende vlog.